It's one small step for man, one giant leap for mankind. En dan moet je achteraf zeggen, wat heeft dat nou in godsnaam opgeleverd? Ja. Ja. Foto's, leuke foto's hè, van Armstrong die zo ook gefilmd. En dat ze dan in dat wagentje rondkarren en ze hebben natuurlijk een vlaggetje neergezet. Marketing voor Amerika. Ja, dat was het. En dat is het in zekere zin toch wel een tragisch feit. Dat eigenlijk het hele Apollo-project, het is de enige serieuze ruimtevaart waar we tot op heden aan hebben gedaan, alleen maar een prestigeproject was. Het was alleen maar om niet waar tegen de Russen te zeggen, kijk, wij kunnen het beter. 15 seconds, guidance internal, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1. Het is awesome, kunt u mij horen? We zouden het hebben over de maanlanding. Dat is dit. Ja, dat is, we zouden het hebben over de maanlanding. We zouden het dus in feite hebben over de ruimtevaart. Maar het is wel leuk om te beschrijven waarom de Amerikanen op het volkomen overbodige, maar romantische idee zijn gekomen om naar de maan te gaan en daar te landen. En daar dan een vlaggetje neer te zetten. Precies. Ze hebben daar toen een vlaggetje neergezet. Met Armstrong. Ja. Ja. Maar de Russen waren al, of de Sovjet-Unie was er al eerder geweest onbemand, hè? Ja, die is er ook daarna onbemand geweest, want dat is veel efficiënter. Ja, want dan kun je namelijk een apparaatje kun je naar beneden sturen. Dat kan daar grondmonsters nemen of wat er te nemen valt. Ja, is ook een maanlanding toch? Alleen dan niet met mensen. Nee, maar daar is veel beter over nagedacht. Maar de vraag is natuurlijk, waarom hebben ze het in godsnaam met mensen gedaan? Want dat is een hele complexe operatie waarbij veel fout kan gaan. Neem dat Apollo-ding, niet waar. Wat bijna verongelukt is, waar een hele spannende film over is gemaakt met, hoe heet die ook alweer, die filmster die van alles doet. Maar je moet even over iets anders praten en dan komt het vanzelf terug. Ja, het komt vanzelf terug. Goed, ik heb een onvoldoende verstand van filmster. Ik wou eigenlijk met die rakettenboel, want ja, je hebt raketten nodig om dit soort van reisjes te maken, daar wou ik eigenlijk mee beginnen. En natuurlijk, omdat ook degene die de eerste bruikbare raket heeft gebouwd, echte serieuze raket, waar je wat mee doen kunt, dat was natuurlijk een Duitser, Werner von Braun, die weer het werk gebruikte van anderen die voorbereidend onderzoek hebben gedaan. Hoe kwam het nou zo dat Werner von Braun in staat was om een grote raket te bouwen, wat een hele dure en complexe onderneming was, waar jaren aan gewerkt is. In feite, dat kwam natuurlijk door de Tweede Wereldoorlog. En door het feit dat hij van de Weermacht opdracht kreeg om zo'n raket te bouwen. En dat is het ons aller bekende V2. Eerst de V1, maar de V1 is geen raket, maar dat is een vliegende bom. Met een soort primitieve straalmotor, die maakt ook een heel eigenaardig geluid. Je kunt zeggen, de V1 is eigenlijk de voorloper van de cruise missile. Zij heeft een heel primitieve vorm van cruise missile. En de V2 is een ballistische raket. Dat wil zeggen, die stijgt op met een enorme snelheid en die volgt een ballistische baan. En dan stort hij dus, in het geval van de V2, stort hij neer op Antwerpen of op Londen natuurlijk. We zullen zoiets over die. Dus die Werner von Braun had de opdracht gekregen om een raket te bouwen. Dat heeft hij ook gedaan. Dat ding heet eigenlijk in technische termen aggregaat 4. Dus het was het vierde prototype. En het was een forse raket van 1,30 meter groot. En een goed functionerende raketmotor. Daar is natuurlijk fors mee geëxperimenteerd. Dat was allemaal op een nogal verlaten terrein. Als ik het wel heb, op het eiland Rügen. Peenemünde geheten. Daar zijn die dingen tot ontwikkeling gebracht. En het werkte. De vraag is alleen, hadden ze er zoveel geld in moeten steken om een raket te bouwen, want de bruikbare lading was ongeveer 1 ton springstof. En ik moet zeggen, als je waar die V2's zijn neergekomen in Londen, stel voor dat er hier één neer zou komen, dan moet je wel rekenen dat hier de hele straat aan barrelen lag. Aan de andere kant, hoe nuttig was het eigenlijk? Adolf Hitler begreep prima wat het was, namelijk een hele dure, hele grote granaat en niet veel meer dan dat eigenlijk. Maar Goebbels was erin geïnteresseerd omdat het zou dan, waarom heet het trouwens niet
aggregaat 4, zoals de technici het noemden, maar de V2, is Vergeltungswaffenzwei. Het idee was, kijk eens, we hebben nou toch iets ontwikkeld. En je kunt daar natuurlijk direct bij bedenken dat als er niet gewoon 1000 kilo normale stringstof in die punt had gezeten, maar een nucleair wapen, dat het dramatisch was geweest, want het ding zelf is eigenlijk niet onbestrijdbaar. Nou ja, later kwam Reagan met zijn Star Wars concept, maar in ieder geval toen was dat volstrekt onbestrijdbaar. En ze hebben er tenslotte enkele duizenden gebouwd, waarvan er, als ik het wel heb, 3000 zijn afgeschoten en ergens zijn neergekomen. Maar het interessante is dat de V2 zelf minder slachtoffers heeft gebouwd dan de fabriek waarin die door slavenarbeid werd gebouwd. Daar zijn misschien wel 12.000 mensen om het leven gekomen. En een aantal doden waardoor een V2 veroorzaakt is, is in feite vrij beperkt. Dat gaat om enkele duizenden mensen. Niet veel meer dan dat. Maar nu zitten we aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. En iedereen weet, die Duitsers die hebben een forse, goed functionerende raket tot ontwikkeling gebracht. Die overigens werkte met een combinatie van ethanol en zuurstof, vloeibare zuurstof. Als je ooit in de buurt van Peenemünde bent, dan kun je het ook bezoeken. Het is door de Engelsen in de tijd heel effectief gebombardeerd. Maar de zuurstoffabriek bijvoorbeeld, die staat er nog. Je moet zuurstof maken. En vloeibare zuurstof moet gemaakt worden. En die werd in die raket gepompt. Het was dus een raket met vloeibare brandstof. Dat is effectief, maar problematisch. Want het erin krijgen zonder dat er ongelukken gebeuren, dat is allemaal ingewikkeld. Ik zou maar zeggen, moderne nucleaire wapens, zeg zo'n raket in zo'n Polaris onderzeeër, die hebben vaste brandstof, wat je het beste kunt vergelijken met het kopje van een lucifer, maar dan een iets complexere stof. Omdat je natuurlijk een raket met vaste brandstof kun je op elk denkbaar moment binnen 3 minuten lanceren. Je drukt op een knop en hij komt eruit en hij vliegt weg. Ronald Reagan dacht ook als je op een andere knop drukte, dat ze dan weer terug zouden komen. Dus je denkt, nou, toch vergist, sorry, maar ja, Ronald Reagan in de bocht. Je kunt een hele lijst samenstellen van de wonderlijke ideeën die Ronald Reagan erop nahield. Onder andere dit fantastische idee, dat je zo met een bochtje weer terugkwam en dan echt net als Elon Musk, maar dan in de Polaris onderzee, het klepje weer open, hoep, de raket erin. Fantastisch idee natuurlijk. Ja, dus voor de bewapening is vaste brandstof veel effectiever. Maar we zullen zien, andere raketten werden toch allemaal met vloeibare brandstof gevuld om op basis daarvan te vliegen. En ja, een raketmotor is relatief, als je kijkt naar afmetingen en kracht, is een raketmotor wel het absolute hoogtepunt. Hij verbrandt ook wel heel snel de brandstof die hij heeft, maar in de tijd dat hij verbrand wordt, is de stuwkracht wel gigantisch groot. Denk wat ze ermee omhoog kunnen doen. Nu is de oorlog af, de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. En Werner von Braun en zijn technische staf, want je begrijpt, dat deed hij niet in zijn eentje, maar hij had weet ik het hoeveel, 200 ingenieurs, die werkten aan dat project. Die realiseert zich onmiddellijk dat hij zich het beste kan laten gevangen nemen door de Amerikanen. Omdat de Amerikanen naar alle waarschijnlijkheid enorm geïnteresseerd zullen zijn in die V2 die zij gebouwd hebben. De Amerikanen hebben ook, en inderdaad, hij is op reis gegaan met zijn staf en heeft zich overgegeven aan de Amerikanen en niet aan de Russen. De B-staf, om het maar even zo te zeggen, is in handen van de Russen gevallen. Dus je kunt zeggen dat en ten aanzien van de Sovjet-Unie, waar we het eigenlijk over hebben, en ten aanzien van de Verenigde Staten geldt dat hun start in de rakettechnologie eigenlijk de rakettechnologie van Nazi-Duitsland was. Dat komt straks nog aan de orde op een licht komische wijze. Dus von Braun die gaat naar de Verenigde Staten met zijn staf en die beginnen gewoon. De Amerikanen zetten nog uit de onderdelen die ze gevonden hadden, nog 30 V2's in elkaar, waarmee ze geëxperimenteerd hebben, gelanceerd en nou, in ieder geval onderzoek hebben gedaan. Russen idem dito trouwens aan de andere kant. Von Braun wordt ingezet in de ontwikkeling van Amerikaanse raketten,
Omdat die raketten natuurlijk in de Koude Oorlog een belangrijke rol gingen spelen. Want nu, de Amerikanen hadden wel een nucleair wapen. Die nucleaire wapens zijn geminiaturiseerd. Met name, ik geloof, de H-bom kan makkelijker geminiaturiseerd worden dan de A-bom. De waterstofbom. En die kun je op de top van zo'n raket monteren. Ten slotte konden ze zelfs 6 verschillende nucleaire wapens, die je ook nog weer apart naar een doel kon laten vliegen, kon je op 1 raket monteren. Maar goed, dat is van later. Dus ja, Werner von Braun had aan de slag met de bouw van Amerika, grote Amerikaanse raketten. En ook daar is hij weer heel succesvol in geweest. Ondertussen werkten de Russen ook aan een effectieve raket. En die zijn op het lumineuze idee gekomen om met zo'n raket die zij gebouwd hadden, om daar een kunstmaan mee te lanceren. In 1957 lanceren de Russen een kunstmaan, genaamd de Sputnik. Ik geloof dat Sputnik zoiets betekent als medereiziger of zo. Iedereen kan zich denken, de oudjes kunnen zich de plaatjes nog herinneren. Het was een metalen bol, ik meen van 1,80 kilo of zo, met een paar van die sprieten eraan. En inderdaad, die vlogen rond de wereld en later hebben de Chinezen ook zo'n ding gelanceerd. Iedereen wil dat kunnen, hè? Terwijl de vraag is hoe effectief het eigenlijk allemaal is geweest natuurlijk. En de Chinezen hadden er een met een muziekbandje erin. Ik geloof dat het muziekbandje liet horen, het lied Het is rood in het oosten. Zo. Oh. Waar je ook denkt, hoe nuttig is het om al die miljarden uit te geven. Niet waar, om in een kunstmaan het lied te laten zingen. Het is rood in het oosten. Dit probleem van infantilisme kleeft voor een heel belangrijk gedeelte aan de hele ruimtevaart. Nou, Musk doet het ook, hè? Met die auto en die pop. Wat? Musk met die auto en die poppen is ook een beetje kubbel. Ja, die heeft een hele sportwagen de ruimte ingestuurd. Ja, die zweeft daar ook nog rond. Hartstikke leuk natuurlijk. Ook dat je denkt, nou ja, dit heeft toch een infantiele inslag, toch? Ja. En op vrij korte termijn schoten de Russen zelfs een raket met een hond erin naar boven. Dat was Laika. Nou, je begrijpt, een wereldwijde verontwaardiging. Toen bleek dat Laika niet terugkon. Laika is waarschijnlijk door oververhitting gestorven in het satellietje waar ze in zat. Maar het gaat nu even om de impact van die Sputnik. Dat de Russen plotseling iets bleken te kunnen wat Amerika tot op dat moment niet had gekund. Nou, de impact in Amerika was enorm, echt. Want je had het niet verwacht van de Sovjet-Unie. Precies, gigantisch. Eerst waren ze natuurlijk al dodelijk verrast toen de Sovjet-Unie binnen 4 jaar na de Tweede Wereldoorlog een nucleair wapen ontwikkelde. En nu, god beter, het hadden ze een satelliet gelanceerd, weliswaar een bolletje van 80 kilo, maar toch. De Amerikanen hadden het niet gedaan, dus er ontstond eigenlijk een soort paniek. We liggen achter. Ze hebben ons gepasseerd. Hoe is het gods mogelijk? Want we hebben toch geweldige raketten. Waarom zijn wij niet op het idee gekomen? Wij moeten dat ook doen. Wij moeten ook natuurlijk zo snel mogelijk een kunstmaan, een ruimteprogramma. Die NASA die moet er flink achterheen. Dit was het idee. Er kwamen ook programma's voor scholen, meer beta-vakken. En ze hadden echt het gevoel dat ze, terwijl ze even niet hadden opgelet en al die achterlijke auto's zaten die de Amerikanen in de jaren 50 produceerden, niet waar, waren de Russen voorgekomen. Gek genoeg waren de Russen helemaal niet voor, maar de Russen waren op een heel simpel idee gekomen wat de Amerikanen eigenlijk hadden afgewezen. Die hadden gedacht van, nou, hoe maak je nou een raket die zwaar genoeg is om zo hoog te komen en bovendien een satellietje daar kan droppen. Dat kunnen we eigenlijk het beste doen, niet door een raket met 1 hele grote raketmotor te bouwen en misschien wel een 3-traps, maar door aan de zijkant van die raket een hele reeks kleinere raketmotoren te bouwen. Dat had grote voordelen, want dat gaf natuurlijk een hoop extra stuwkracht. Terwijl die grote raketmotoren, die produceerden veel meer hitte. Dus daar had je speciale legeringen voor nodig, daar was eigenlijk meer techniek voor nodig. Lagen de Russen voor op de Amerikanen? Nee. Alleen hadden ze een heel simpele oplossing gebruikt om de Amerikanen een poepie te laten ruiken. Andere aanpak. Heel erg vermakelijk. En hoe kwamen ze daarop? Dat weet ik niet precies, maar de Russische technici hadden gezegd van zo moet je dat doen. Er is nog heel lang, tot volgens mij tot zeer voor kort, of misschien nog steeds,
gebruik gemaakt bij lancering, ook voor dat ISS-platform, niet waar, van Russische lanceerraketten. Ja. En waar zit het verschil tussen dat B-team van Nazi-Duitsland en ja, noem het maar Ik weet niet precies wat dat B-team verder heeft uitgespookt. Maar goed, het interessante is dat het Nazi-rakettechnologie is die beide reuzenmachten, beide dominante machten van de Koude Oorlog, op weg heeft geholpen. Dus ja, de Amerikanen denken, potverdomme, wat nu? Maar, en dan zeggen ze direct, nou ja, we hebben wel een raket die dat best kan, die dat best een satellietje kan afschieten. Dat bleek, als ik het wel heb, de Atlas-raket te zijn. Bob Eisenhower zei, nee, dat gaan wij niet doen. Want wie heeft die Atlas-raket ontworpen? Dat hebben die Duitsers gedaan. Dus als wij dat doen, zegt de hele wereld, ja, hè, dat is een nazi-raket. Ja, dat hebben jullie niet zelf bedacht. Maar en dat zou inderdaad het geval zijn geweest. En dan moet ik erbij zeggen, dat ze hadden wel een raket waar kennelijk Werner von Braun niet mee te maken had gehad, een Vanguard. Maar dat die lanceringen, daar ging van alles mis. Dat is ook een hele dramatische lancering. Dan zie je dat ding. Moeten mensen maar even opzoeken op YouTube. En dan zoeken ze ook eens iets leuks op YouTube. Dan zie je dat ding traag omvallen. En ik geloof dat ongeveer een granaatappelgroot kunstbaantje. Dat rolt dan triest eruit uit de omgevallen raket op de grond. Dus de Amerikanen hebben nog een hele reeks van zepers gehaald voordat ze daadwerkelijk een satellietje konden lanceren. Dit moet je zien als de achtergrond voor het idee van de Amerikanen dat zij in de ruimtevaart de Russen moesten passeren voordat het te laat was. Dat was het hele idee. En zo is Kennedy op het idee gekomen in 1962, als ik het wel heb. Within this decade we'll put a man on the moon. Waar iedereen zei, oh, wat is dit fantastisch dat ze dat gaan doen. Ongelooflijk, wat ongelooflijk. Ja, je moet er wel weer bij zeggen, wie ontwerpt de raket waarmee dit bedrijf moest worden uitgevoerd? De Saturnus V raket, die je qua afmetingen goed kunt vergelijken met de Domtoren in Utrecht. Dat is geen kattenzeik. Ja, dat is een groot ding. Ja. Dat is echt een heel erg groot ding. Ja, die hebben ze dus gebouwd en er zijn er een aantal exemplaren van gebouwd en gebruikt. Voor natuurlijk het Gemini en het Apollo project. En ja, daarna is het opgehouden. Want daar komen we zo over te spreken. Dat zei Kennedy. En in feite is de technologie was er. Je moest natuurlijk nog wel, die raket moest ontworpen worden. Dat deed je Werner von Braun. Je begrijpt hoe heerlijk die het vond. Eerst had het Nazi-Duitsland hem in staat gesteld, niet waar, om een enorme technische sprong voorwaarts te maken met aggregaat 4. Lees de V2. En nu stelden de Amerikanen hem in staat om zijn grote jongensdroom, want daar had hij ook zijn hele leven mee bezig, ruimtevaart. Hij kon aan de slag met een op zichzelf totaal nutteloze reuzenraket die twee personen, in feite drie personen naar de maan, maar één bleef rondcirkelen zoals je weet. En die twee zaten in dat maanlandertje. En het maanlandertje bestaat weer uit twee stukjes. Namelijk een stukje wat achterblijft en een stukje wat weer omhoog kan. En zich dan weer kan koppelen aan die man die in zijn eentje onder de maan dan aan het draaien is. En dan vliegen ze weer terug. Als alles naar wens verloopt en afgezien van dat ene ongelukkige ding, was dat niet Apollo 13, is het tenslotte allemaal goed verlopen. En zijn er een hele reeks Amerikaanse astronauten hebben op de maan rondgelopen. Ze hadden ook een heel leuk maanautootje, hadden ze erbij. En er werden foto's gemaakt. En nou, iedereen herinnert zich natuurlijk die foto waarbij je de aarde eigenlijk boven de horizon van de maan ziet reizen. Waar je al denkt van potverdrie, zelfs vanaf de maan ziet het rijk al betrekkelijk klein uit. Hè? Mm. En dat planeetje waar wij op wonen, het is ook natuurlijk ook planeettechnisch, is natuurlijk een betrekkelijk kleine planeet. En natuurlijk de woorden van Armstrong. In allerlei opzichten. Ja, maar zo is dus de ruimtevaart eigenlijk gestart. En het Apollo-project is in zekere zin een groot succes geworden. Ook ze hebben ook toen de détente tussen Amerika en Rusland begon, hebben ze ook deels gezamenlijk aan dat project gewerkt. Ik moet zeggen dat de Amerikaanse astronauten, toen ze zagen in wat voor toestellen de Russen dit hadden gedaan, in satellieten om te raden hadden gevlogen, hadden ze diepe eerbied voor de moed van de Russen om in zulke, naar hun idee, nogal krakkemikkige toestellen daar
naar, naar boven te gaan. Maar ook bij de Russen volgens mij is, is wel eens zo'n raket ontploft op de basis. Maar voor de rest hebben zijn er volgens mij ook bij de Russen geen echt grote ongelukken gebeurd. Ja, een fantastisch project. Denk even aan die Saturnus 5. Een gigantisch ding. En dan moet je achteraf zeggen, wat heeft dat nou in godsnaam opgeleverd? Ja. Ja, foto's, leuke foto's hè, van Armstrong die zo ook gefilmd. En dat ze daar in dat wagentje rondkarren. En ze hebben natuurlijk een vlaggetje neergezet. Marketing voor Amerika. Ja, dat was het. En dat is het in zekere zin toch wel een tragisch feit. Dat eigenlijk het hele Apollo-project, het is de enige serieuze ruimtevaart waar we tot op heden aan hebben gedaan, alleen maar een prestigeproject was. Het was alleen maar om niet waar tegen de Russen te zeggen, kijk, wij kunnen het beter. Hmm. He? We hebben betere spullen, we hebben betere raket. Wat waar was. Precies. Technologisch hadden de Amerikanen meer geld, meer mogelijkheden. En kozen ze vaak overigens voor hele ingewikkelde oplossingen, terwijl hele eenvoudige oplossingen, denk aan die Russische raket, in principe voorhanden was. Maar was het nuttig in de zin dat het de wetenschap vooruit heeft geholpen? Nee, absoluut niet. Het was een hele. Was het een doelstelling? Het hele de doelstelling was, we'll put two men on the moon. Precies, that's it. Ja, dat hebben ze gedaan. Een onbetrekkelijk nutteloze operatie natuurlijk, want ja. Wat moest je daar precies op die maan? Nou, materiaal verzamelen. Ik heb begrepen dat dat dan wel wat materiaal verzameld. Dat het jaren heeft geduurd voordat het een klein beetje onderzocht was. Omdat we natuurlijk al een vrij aardig idee hadden van hoe die maan precies in elkaar zat. Ja, want dat kun je ook op andere manieren. En nogmaals, de Russen hebben, je zei het al, de Russen hebben een onbemand toestel gestuurd. Een soort hond die wat van het materiaal opgepikt heeft en teruggebracht heeft naar de aarde. Zoals we nu naar Mars ook iets hebben gestuurd, wat dus weer terug kan komen. Dat gaat jaren duren allemaal, maar goed. Wat weer terugkomt en dan hebben we die spullen hier. Al worden er vrij regelmatig meteorieten gevonden die van Mars afkomstig zijn. Nou ja, dit is eigenlijk het verhaal van de ruimtevaart. Een fantastisch succes en hoeveel kindertjes niet geïnspireerd zijn om voor de ruimtevaart te gaan. Vrijwel iedereen die ik kende wil, nou dat is niet gelogen, maar goed, bij wijze van spreken wilde astronaut worden, want dat was toch een beroep, wat was dat niet geweldig. Toen hebben we die shuttle gekregen, een van de meest totaal mislukte projecten ooit in feite. Die shuttle die moest voldoen aan allerlei militaire eisen van het Pentagon. Die shuttle die vloog zo laag dat die bij wijze van spreken voor stoplichten stoppen moest. Dat er zijn bovendien natuurlijk twee forse ongelukken mee gebeurd met die shuttle. Al moet ik zeggen dat op het totaal aantal vluchten was gezegd, ik geloof een paar procent dat zal fout gaan. En dat klopt ongeveer met het totaal aantal lanceringen. De shuttle, van de shuttle was het idee dat die natuurlijk hergebruikt kon worden. Dat is ook deels wel gebeurd, maar heel beperkt. Als je ook ziet wat het effect er ten slotte is geweest van de shuttle. Dat is matig. We hebben nu natuurlijk dat ISS-platform wat rond de wereld cirkelt. En waar regelmatig allerlei lieden, daar kun je geloof ik tegenwoordig je ook inkopen voor een weekje vakantie. Als je maar genoeg geld hebt. Maar in feite is dat een flauwekul-platform. Ja, sorry voor meneer Kuiper. Kuipers, ja, André. Ja, leuk. Hij heeft daar een groot avontuur aan beleefd, maar voor de wetenschap en de toekomst van de technologie is dit allemaal niet zo belangrijk. De hele toekomst van de ruimtevaart, daar begonnen we mee, de cirkel is nu rondgemaakt. De hele toekomst van de ruimtevaart is per definitie uiterst beperkt. Zelfs bezoek aan de volgende ster, dat is al 4 lichtjaren. Nou, voordat je daar bent, dat is, dan zijn ze vergeten dat je vertrokken bent, bij wijze van spreken. Hè? Maar is het niet raar dat niemand zegt, jongens, er gaat zoveel geld in zitten, laten we in ieder geval proberen om de kennis te verbreden ten opzichte van wat we nu weten. Godzijdank hebben we tegenwoordig al die infantiele tech-figuren, hè? Jeff Bezos, ja. Branson. Die hebben allemaal een raketje om te ontsnappen. Ja, je zult er met me eens zijn dat ze ook, als je ze ziet en hoort, een volstrekt infantiele indruk maken. Dat zijn, het is de bekende man die ongetwijfeld intelligent, ijverig, ga ze maar door. Maar ja, geestelijk niet ouder dan 17. Wat dat wil je op je 17 in de ruimte. Maar wel redelijk succesvol. Was succesvol, zeker.
Maar wat ze beogen met de ruimtevaart, dat zal niet succesvol zijn. Nee. Of althans, dat is heel beperkt in zijn mogelijkheden. Ja. Wat zijn als je, we hadden China ook nog eventjes genoemd, wat hebben zij gedaan in relatie tot missies? Zij willen ook al die dingen doen. Hè? Want zij willen ook laten zien, zie je wel, wij kunnen het doen. Zij zijn in 2013 niet onbemand ook naar de maan gegaan? Ja. Want ze, is het zo dat iedere grote mogendheid op een gegeven moment dit ook gaat doen? Is het voorstelbaar dat India, ja, als het niet al gaat? Ja, dat is volgens mij zeer goed voorstelbaar. Ik weet niet hoe ver die Indiërs zijn, maar die zijn technisch zijn die vrij behoorlijk onderlegd. Ze hebben een voortreffelijk draaiend hoger onderwijs, dus dat zou best kunnen. Zo moeilijk is het niet. Het is geen rocket science, nee, om deze lollige woordspeling te gebruiken. Het is een relatief simpele technologie. Je hebt een hele grote raket nodig met enorm stuwvermogen. En dan kom je er wel. En een woestijn om dat ding af te vuren? Ja, nou, dat is dan bepaalde plekken op de planeet zijn geschikter om zo'n ding. Hè, denk aan onze Ariane raket. Maar het is heel typisch dat die Ariane raket nooit gebruikt is natuurlijk om mensen in de lucht te brengen. Maar wij zouden geen plek hebben om dat ding af te vuren, denk ik, in Nederland. Nee, want dat is een Europees project, die Ariane. Dus als wij bouwen namelijk wel hele succesvolle kunstmalen. Hele complexe apparatuur is dat, soms reusachtige dingen. Hè, waarmee natuurlijk ons hele telefoonverkeer en alle mogelijke dingen zijn ondenkbaar. Zonder die kunstmalen boven ons is een oerwoud van kunstmalen bezig. Dus daar is het wel zinvol. Ontzettend zinvol, daarom zei ik. Ik ben bereid om uit te stappen en in de regen te roepen, hoera, voor de onbemande ruimtevaart. En we hebben het al gehad over al die verkenners die we in het zonnestelsel hebben rondgestuurd. Hmm. Dus ik denk nu aan die gegevens. We hebben het al gehad volgens mij over die Cassini-verkenner. Bij Saturnus heb ik de mensen nog opgeroepen, ga kijken naar die foto's. Vooral omdat je op één van die foto's zie je dus heel klein blauw puntje. Small blue dot, dat zijn wij. Hè? En nu had die, ik meen dat die Juno heet, die verkenner die rond Jupiter vliegt, die had ook weer alle hele nieuwe interessante gegevens over de grote rode vlek. Moeten de mensen even thuis opzoeken, de Wikipedia. Ja. Grote rode vlek, dat is een storm die al honderden jaren oud is, die een stuk groter is dan de hele aarde. Jupiter is namelijk een hele grote planeet, de grootste planeet van het zonnestelsel. Maar Jupiter is zelf te gevaarlijk om dicht in de buurt te komen voor mensen. Want wij zijn natuurlijk een ontzettend kwetsbaar mechanisme. Dat wordt wel eens vergeten. Wie stuurt er nou een zak met water de ruimte in, die bovendien volledig geprogrammeerd is voor 1G, voor onze normale zwaartekracht. De zwaartekracht houdt op zodra je natuurlijk in zo'n satelliet zit. Met als gevolg dat die lui, als ze er 3 weken in hebben gezeten, kunnen ze dan niet meer lopen. Daar moeten ze ook alle oefeningetjes doen. Ze hebben daar van die gymnastiek toestellen. En dan nog is het problematisch. Hmm. Vraag het aan Kuiper. Ja. Kuipers. Ja, Kuipers. Maar is het zo dat de... Want er zijn natuurlijk mensen die zeggen, we gaan naar een andere planeet om te zoeken of daar ook leven. Of we daar ook kunnen leven, zodat, ja, als het hier misgaat. Ja, dat is ook dat gezeik. Dat we op zoek gaan naar ander leven. Is er ander leven in het universum? Nou, dat is statistisch uiterst waarschijnlijk. Ik bedoel, alleen al onze eigen, hoe heet het, de Melkweg heeft al, ik geloof, 100 miljard sterren of zo. 200 miljard, daar wil ik even van afwezen, maar goed, in ieder geval een enorm aantal. En als je ooit zo'n deep space foto hebt gezien, dan zie je dus, er zijn ook miljoenen sterrennevels, en dan vermenigvuldig het allemaal maar. En je komt aan gigantische aantallen en het is niet onwaarschijnlijk. Omdat ook al, als je foto's maakt van nevels, van stofwolken in de ruimte, daar zit alle mogelijke organisch materiaal in. Dus het is niet onwaarschijnlijk, het is zeer waarschijnlijk dat ergens een soort van zichzelf genererend en in leven houdend leven is. Ja, dat is zeer waarschijnlijk. Alleen, mensen onderschatten de afstanden. Ze denken dat als je met ergens een fort in dat ding zit, dan doe je een drukje op een knop en dan ga je dus naar hyperspace. Begint die aap, die begint te brullen. En dan zijn ze ineens een sterrennevel verder. Ja, dat is hartstikke lollig, maar dat is juist om een probleem op te lossen wat onoplosbaar is. Althans, tot op heden zijn we niet in staat om daadwerkelijk door hyperspace te vliegen. Nee. Dus jij gelooft niet of in de tijd te reizen. Jij gelooft er niet in dat wij op een andere planeet kunnen doorleven als het hier misgaat? Nee. Nou ja, het zou op Mars, maar er is geen lolletje daar, hè.
En bovendien, ja, wat zou er hier mis moeten gaan? Dat is het. Nou, de klimaatverandering. Dat de ook zelfs na klimaatverandering is de planeet Aarde nog verder te prefereren boven wat we in de rest in het aanbod hebben. Ga even kijken naar Mercurius. Dat lijkt het meest op onze maan. En die zit vlak bij de zon natuurlijk, met alle gevolgen van dien. Nou, Venus heeft, dat zit helemaal ingepakt in een soort super wolkendek. En daar is op de bodem van het wolkendek de temperatuur al ook 700 graden Celsius. Daar smelt lood spontaan. Dus dat is ook nog niet zo gezellig. Dan komen wij, een bewoonbare planeet. Dan krijg je Mars. Nou, dat is bovendien een vrij klein planeetje. Dat is de helft van de aarde ongeveer. Het is stoffig. Het ziet er net uit. Het is net of je zegt, we moeten alles moeten we inzetten om naar de Mars te gaan. Dat is nou precies de Sahara. Hè? Dat doet het meest aan denken. En dan nog eens de Sahara eigenlijk prettiger voor levende wezens dan Mars, kan ik je verzekeren. Ja, dan krijg je dus die gordel van steen en gruis. En dan krijg je Jupiter. En Jupiter is levensgevaarlijk. Hè? Wees blij dat er een onbemand satellietje heen kan. Wat betrekkelijk laag vliegt en leuk onderzoek doet. Ja. Hebben we de zwarte gaten nog, waarvan we niet precies weten wat er... Nee, nou, als je daarin terugkomt, dan is het dus klaar. In zwarte gaten, ja, sowieso de meeste... In films gaat het anders hoor, dan komen ze weer in een nieuwe... Dat is een van de grote problemen van de ruimtevaart, dat mensen al die rare films hebben gekeken die natuurlijk volledig in strijd zijn met de meest elementaire natuurkundige beginselen. En dat mensen geen enkel benul hebben van de afstanden. Maar over het zwarte gat is... in het zonnestelsel, nog in, de melkweg waarvan wij deel uitmaken. Ja, maar het zwarte gat is toch nog heel onbekend, dus we weten toch nog niet hoe dat... Dus het is een beetje fantasie. Er is gelukkig niet één echt in de buurt, dus dat... Maar wat dat is en waar dat naartoe leidt, daar komt natuurlijk iedere keer... Ja, dat is natuurkundig, is dat lastig, hè, want die... Was het niet Hawking? Nee, het idee was, niets kan ontsnappen aan een zwart gat. Maar ik geloof dat een zwart gat toch ook weer tenslotte materiaal prijsgeeft. Maar dat moet je bijna niet vragen, ik ben helemaal historicus. Ja, maar iedere keer komt er weer wat nieuwe informatie naar buiten. Maar een contact tussen ander leven ergens in het... In, forget in, it. Nee? Nee, dat zit er. Of anderen moeten ontdekt hebben hoe je de hyperspace... Misschien dat ze met Terra van Fort gebeld hebben, dat weet je niet. En dat ze hier naartoe komen? En dat ze hier naartoe komen, ja. Maar in de wonderlijke illusie dat ze ontzettend sympathieke lui zijn die dan uitstappen, weet je wel. En dan roepen hallo, wat fijn. Dat is ook zo wonderlijk dat al die ruimtefiguren, al die aliens lijken sprekend op mensen. Terwijl natuurlijk de kans dat die op mensen lijken, die is nul. In alle denkbare opzichten. Wij zijn een vrij willekeurig product van... Wat is het van 3-4 miljard jaren levensevolutie? En dat zijn al die aliens. Ze hebben wel altijd van die grote ogen. Een beetje dunne witte lichaampjes. Hè. Dat is eigenlijk die hoofden zijn een beetje uitvergroot. Ja, het is allemaal hoofd. Het is allemaal lollig en komisch. En Spielberg die kan daarmee doen wat hij wil. Maar het is, ik zweer het, volstrekte flauwekul. Nou ja, graancirkels. Graancirkels, ja. Die zullen ook wel gemaakt zijn door allerlei komieken. Ik heb niet het gevoel dat wij worden niet bezocht door aliens. Oké. Althans, daar is geen enkel bewijs voor. Ja, volgens Juliana en Bernard wel, maar... Dus conclusie, stel dat jij hierover zou gaan, dan zou je zeggen, nou, dat onbemande gebeurt prima, dat kan doorgaan, maar... Fantastisch, sterker dan, daar zou ik veel meer geld in steken. Oké. Ook in telescopen die net als de Hubble... De Hubble is een wonder op aarde, dat die foto's die dat ding gemaakt heeft, dat is zoiets, als je ergens in je leven geïnteresseerd bent geweest in astronomie, is dat zoiets verbijsterends wat dat ding gefotografeerd heeft. Laat iedereen, zodra u uitgeluisterd heeft, gaat u even naar uw computer en dan zoekt u op hubble.org en dan zult u een gigantische collectie van de meest verbijsterende beelden zult u daar aantreffen. Ja. De regering Biden zet het beleid wat dit betreft van Trump ook voort, hè? Als het gaat om ruimtevaart en in ieder geval wat ze in de ruimte doen. Ja, dat scoort politiek goed. Infantiel gedrag scoort goed. Dus weet je, de meeste mensen komen, wat ik al zei, de meeste mannen komen niet verder dan 17, dus dan wil je ook net als Harrison Ford.
met zo'n behaarde aap erbij, dat is helemaal geweldig, hartstikke leuk. Wookie of hoe die mogen heten. Ja. Die Star Wars films, dat zijn kinderfilms. Leuke films, daar niet van. Maar het zijn wel kinderfilms. Niet realistisch dus. Nee. Ik zal nog eens even... Is er leven in de ruimte zonder enige twijfel? Ja. Nou, nog eens even kijken naar wat reacties. Krijg je eigenlijk wel eens nog, los van de wandelingen in het park, krijg je nog wel eens reacties op deze podcasts? Vaak. Ja? Ik krijg meer reacties op de podcast dan op televisie optreden. Dat meen je niet? Ja. Maar het heeft toch iets intiems. Heel veel mensen zeggen, oh, wat leuk, ik luister altijd naar je podcast. Ik stond laatst in de lift in Amsterdam. Er stond nog een oudere man bij die opnames van de slimste mensen. En ja, ga vooral door met de podcast. Ze hadden ze allemaal beluisterd, maar hij liep nog wel 3 podcasts achter. Ik zei, nou, dat is nog wel in te halen. Ik stond in de lift ergens en er was een mevrouw die miste net de lift. Dus dat vond ik wel komisch. Net zoals bij de trein, dat iemand net voordat de deuren dichtgaan en we nog instappen, dat lukt dan niet. En er was een man en die zei van, ik weet niet met die stem, ik weet niet. Dus die luisterde ook naar de podcast. Dus grappig hoe de associatie van mensen is. Even kijken, ik heb hier een vraag. Ik weet niet van wie dit is. Even luisteren. Hallo Tom en Maarten. Ik begrijp de kritiek niet van mensen die tegen het afdwalen van u nu betoog zijn. Ik vind juist dat het afdwalen, mits in het thema van het betoog juist menselijk maakt en meer op de verbeelding spreekt. Ik heb een vraag. Waarom is de DAF wel gestopt met de productie van auto's en niet met vrachtauto's? Ik geniet elke week weer vanuit mijn vrachtauto van jullie podcast. Ga zo door. Groetjes, Teun Verbrugge. Oké, grappig. Ja, de DAF had ik nog zien staan. Ik wist niet dat dat van Teun Verbrugge kwam. Ja, ik denk dat de oorspronkelijke DAF, het DAFje, zoals wij dat noemen, dat was toch qua volumeproductie te klein. En op de duur niet, het is nooit een groot exportsucces geworden. Dus het is nooit zo geweest dat je kunt zeggen, we kunnen een miljoen van die dingen produceren per jaar. En bij mijn weten is het toen op een goed moment door Volvo overgenomen. En die heeft ook nog wel in die traditie doorgewerkt. Maar op zichzelf hoeft DAF zich helemaal niet te schamen ergens voor. Ten eerste heb je die vrachtauto's die tegenwoordig natuurlijk wel in Amerikaanse handen zijn. Die hele fabriek is in Amerikaanse handen. Hoort die de Packer Corporation of zoiets dergelijks. Ik weet het niet precies. Ik heb er niet meer geen verstand van vrachtauto's. Er gaat natuurlijk een hoop geld om in vrachtauto's. Je hoeft maar de weg te rijden. En het is soms, ik weet niet, van die hele kolonnes die niet meer, elkaar niet meer kunnen passeren. Dus die had een soort van trein zich over de vierbaanswegen bewegen, maar je ziet wat een gigantische transportfaciliteit dat in feite is. Maar DAF heeft die Variomatic ontwikkeld en dat idee is volgens mij ook geëxploiteerd. Daar was een maatschappij voor, of dat ook verkocht is, ja of nee, weet ik niet precies. Maar dus de Variomatic, die oorspronkelijk een nogal wonderlijk uitziend systeem was van poelies en draaiende trommels. Dat is helemaal verkleind. Dat is tegenwoordig, kan het heel klein ingepakt worden. En vooral de Japanners gebruiken op grote schaal onbeperkt variabele versnellingsbakken. Namelijk volgens het principe van de Variomatic. Het is een fantastische uitvinding geweest in allerlei opzichten. Dat nu toevallig de autojournalistiek een ontzettende hekel heeft aan oneindig variabele transmissies. Daar moet vooral niemand zich iets van aantrekken. Want zo'n transmissie die klinkt anders. Dus dat is niet dat fijne geluid wat we vorige keer hebben nagedaan. Een beetje van. Nou, lekker schakelen. Want schakelen is sportief. Sportief schakelen. Sprakelen is stom. Hè? Het apparaat kan het 100 keer beter dan die waardeloze schakelaars. Hè? Schakelen is sportief. Ook zoiets flauwekul. Hè? Vandaar dat die arme DAF, waar je dus niet hoefde te schakelen, bovendien kon een DAF even hard voor als achteruit rijden, dat die arme DAF, dat die eigenlijk een beetje bejegend werd van, dat is voor oude dames die niet schakelen kunnen. Want echt, een man schakelt, hè? Oh, heerlijk. Ja. Liefst in zo'n Ferrari versnellingsbak met van die gaten in zo'n rooster, Interessant is dat DAF ook heel erg werkt aan de elektrificatie. Hè? En waar ze natuurlijk veel zwaardere accu's nodig hebben, grotere accu's. Omdat natuurlijk zo'n vrachtwagen ook langere afstanden vaak moet afleggen. Dus daar aan de andere kant kan zo'n vrachtwagen ook wel een beetje een accu meebrengen natuurlijk. Als je het een beetje efficiënt aanpakt. Ja.
moet dat wel mogelijk. Maar er zijn echt al veel ontwikkelingen ook net op dat gebied. Schepen natuurlijk. Precies. Ja, bij schepen heb ik dus ook al voorbeelden gehoord op waterstof. Dat ze dus op waterstof gaan varen. Dat kan ook. En je kunt weer werken aan zeilschepen. Ja. Je kunt hele complexe zeilconstructies maken. Die helemaal hoeven niet iemand in de mast te klimmen om die op de raas vast te binden. Dat soort van dingen. Maar die is volledig computer gestuurd zijn. Ja. Nou, de top in Glasgow is, hè, dus we zullen daar weer wel wat over horen de komende weken. Ja, en ze hebben ook allemaal weer van grootse beloftes gedaan. Echt keihard tegenaan, echt aan werken. En je weet, denk ik, Parijs, het zal van vaart niet lopen. Ja. Jammer genoeg, want ook hier geldt, we hebben de mogelijkheden. De techniek is er. Het gaat wat kosten, het is ingewikkeld, dat is waar, we hebben geld zat. Dat moet beter besteed worden. Had je die weeffout van NRC gelezen, die dus in het Parijsakkoord zat, zodat Amerika eigenlijk door Obama, zonder dat hij naar het congres toe mocht, er doorheen kon loodsen? Nee, daar heb ik nou niet speciaal op gelet. Het probleem is natuurlijk dat in de Verenigde Staten een politieke partij actief is, de Republikeinse partij, en ze hebben daar maar 2% van rekening, die volledig ontkent dat er sprake is van opwarming van de aarde. Precies, maar Obama had dit dus niet nodig voor het Parijsakkoord. Hij kon dat gewoon zelf zeggen, oké, dit gaan we doen. Net zoals Trump heeft kunnen zeggen. Dat kan door het congres onbeperkt gesaboteerd worden. Kijk, als je ooit iemand jou de vraag stelt, wat is de grootste sabotageclub ter wereld? Dan moet je zeggen de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten. Ja, en omdat Amerika zo belangrijk is, zitten we er maar mee. Amerika is natuurlijk een onmogelijk land geworden. Bemand door halve garen. Nou, er wonen ook wel heel veel gematigde mensen, toch? Zeker, maar dat is juist zo eigenaardig. Niet waar dat de halve garen zo'n enorme dominante positie innemen. Dat is natuurlijk wel een vrij eigenaardige zaak. Ja, dan doen wij het hier nog niet zo slecht. Vergeleken met de Verenigde Staten zijn de kleine West-Europese landen het paradijs op aarde. Precies. Daar hebben we het al eens over gehad. En de tragiek is natuurlijk dat Amerika een land is van hele grote, nog steeds van grote mogelijkheden. En dat zo verziekt wordt door één enkele politieke partij. Ja. Hey, dit is Ed, die heeft op zich wel een goede vraag. Die zegt, u zegt vaak, lees eens wat. Nu lees ik best veel, maar ik onthoud er zo weinig van. Na een aantal maanden is de informatie voor een groot deel weer weggezakt. Lees ik misschien op de verkeerde manier? Heeft u daar wellicht tips voor om meer te onthouden, zegt Ed van der Eijk. Ja, dat is waar. Ik lees ook veel en ik vergeet ook ontzettend veel. Ik begin nog wel eens aan een boek dat ik na enige tijd denk, ik heb dit eerder gelezen op een of andere manier. En dan, zeker als het gaat om detectives of thrillers of dat soort van werk, dat je denkt, ja, dat is waar ook. Wat begin je weer aan zo'n Agatha Christie, je ziet er een staan. We hebben zo'n boekenkastje op de wc en dan denk ik, trek je er een uit, denk je, oh, heb ik die eigenlijk wel gelezen? Je hebt ze allemaal gelezen. Na 25 pagina's denk je, ik weet het al. Maar je hebt hier wel eens iets over verteld, namelijk die, eerst. Wie heeft het gedaan? Eerst aantekeningen maken of met een arceerstift. Oh, als je het serieus wil, wat het nuttigste is om te onthouden wat je gelezen hebt, is er een stukje over te schrijven. Dus je moet eerst inderdaad onderstrepen en dan laat je het een tijdje rusten. En dan maak je van de onderstrepingen maak je een net uittreksel en dat lees je nog eens een paar keer. En dan kun je eventueel over dat boek een bespreking schrijven. Want je zult zien, als je het uittreksel gemaakt hebt, zie je eigenlijk ineens beter wat de structuur en de centrale boodschap van het boek is. Wat je eerst nog misschien, nou het moet wel heel erg goed zijn, nog niet zo scherp in de gaten had. Dus ik zou zeggen, en je moet ook over hetzelfde onderwerp meerdere boeken lezen. Hmm. Het is één boek is zelden. Is zelden voldoende. Maar stel voor, je wil alles weten over de Koude Oorlog, dan kun je volgens mij met een boek of 5, 6, dan ben je een heel eind. Als je weet wat daarin staat, ben je een heel eind. Ja. Dan hebben we ook wat reacties nog gekregen op de Jezus podcast. De Jezus podcast, dat klinkt ook wel vrij eigenaardig natuurlijk. We hadden het vorige keer over het geloven. Daar kwam Jezus natuurlijk ook voorbij. Ik heb laatst geluisterd, zegt iemand. Ik heb een onderzoek gelezen van Francesco Carotta. Dit gaat over de vergelijking tussen de gebeurtenissen uit het leven van Julius Caesar en Jezus. Dat is een bekend verhaal. Ja. Dat Jezus eigenlijk Julius Caesar is, daar geloof ik verder niks van. Ik heb er nou eens niet in verdiept, omdat ik het een onwaarschijnlijke hypothese vind.
Het gaat met name je kunt je niet in al dit soort van dingen verdiepen. Nee. Het staat ook te ver buiten. Het hele geloofsprobleem staat te ver buiten mij om me daar grondig in te verdiepen. Ja. Leno zegt het. Hij zegt uit de gebeurtenissen van het leven van Caesar kwam een bepaalde cult en geloof naar voren. En ik vond het historisch gezien een plausibele stelling. Mijn vragen zijn, kent u dit onderzoek en wat vindt u van deze stelling en de uitkomst van het onderzoek? Nou ja, ik ken de stelling. Ik heb me er niet gedetailleerd in verdiept en het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Oké. Dan hebben we hier Sven, die heeft een kaartje meegestuurd van zijn Tesla. En die zegt, Kroatië is prima aan te rijden met mijn Tesla, zegt hij. En dan heeft hij er zo'n, ja, ik zal het even laten zien. Kijk, daar staan dus die stipjes die je ziet. Ja, zie je, dat zijn die laadstations. Ja. Dat is een feit. Je typt dus in dat je naar Kroatië gaat. Ja. Op dat enorme scherm wat er altijd in zit. En dan zegt hij dus, nou ja, dan geeft hij dus zo'n opsomming van laadstations. Ja. Waar die zijn en waar je echt moet gaan laden. Precies, nou zie ik hier ook nog eens een tijdsverloop. Volgens mij vertrekt hij om 7:15 s'avonds in Nederland. En ik weet niet of dan 3:58, dat lijkt me niet sterk, dat zal niet de aankomsttijd zijn. Dan heeft hij wel heel erg hard gereden naar Kroatië, precies. Naar mijn idee. Ik ben wel benieuwd, hij woont in Rijswijk, zie ik. Waar, hoe lang je daarover doet? Want je moet natuurlijk stilstaan op die plek als er geladen wordt. Ja, nou moet ik zeggen, die snellaadstations van Tesla, daar heb je in 10 minuten. Ben voor 80% vol, als ik het allemaal goed begrepen heb. Okay. Mijn punt blijft nog steeds, ik vind het allemaal heel aardig dat de actieradius toch ook in het geval van Tesla, ook in het geval van de beste nieuwe Koreaanse elektrische auto's die het goed doen, dat je toch, zeker als het winter is, dat je onder de 500 kilometer zit met je actieradius, sowieso. Nou, we hebben niet veel dan moet je ook nog niet heel erg hard gaan rijden. Nee. Dames die nemen niet zo vaak contact op, dus ik zal Jessica nog even laten horen. Beste meneer Van Rossum, mijn man en ik willen u graag van hartelijk feliciteren. Dat is toch lekker? Dat gaat goed. Nou, begin maar over. Nou, we dwalen af. Van hartelijk gefeliciteren met uw verjaardag. Komt-ie. Lang zal die leven, lang zal die leven. Dat is toch een verjaardagswensje? Ja, ja. Van Jessica. Heel sympathiek, mijn hartelijke dank. Sprakelen is stom, hè?